Adelinde Cornelissen heeft mooie herinneringen aan de EK van 2009. In Windsor won ze met Jerich Parzival 2 keer goud en 1 keer zilver. 2 jaar later kijkt ze opnieuw met vertrouwen uit naar het Europees kampioenschap. Dit keer in Rotterdam. Ik heb in Aken eigenlijk mijn eerste wedstrijd gereden van dit seizoen. Dat was niet slecht, maar nog niet in topvorm. Maar dat is ook goed, ook, want dat moet pas over een maand. En dan ga ik volgend weekend nog naar Hickstead. En dan hebben we 2 weken nog thuis om te trainen. En de laatste puntje op de i te zetten. Dan hebben we nog een kadertraining met het team. En dan is het EK. De verwachtingen zijn dat we met het team heel erg goed ons best moeten doen. Om inderdaad nog echt bij de medailles mee te, om de medailles mee te doen. Duitsland is heel sterk, Engeland is heel sterk. Dus met het team moeten we echt goed ons best doen. Om op het juiste moment te pieken moet je een goede planning maken. Een goed afstemmen, je moet je paard kennen, je moet jezelf kennen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar wel een klein beetje druk voor nodig heb. Ik heb een klein beetje, daar word ik zelf wat scherper van. Ik ben niet snel zenuwachtig. Dat is een groot voordeel. Maar dat kan ook wel een nadeel zijn dat je net een klein beetje te relaxed bent zo. Dus ik heb er wel nodig om echt nog even een paar wedstrijden te rijden en even scherp te worden. Individueel hoop ik ook nog wel iets te kunnen. En we gaan er alles aan doen in ieder geval. Maar er zijn meer die iets willen natuurlijk. Dus ik moet wel mijn best doen. Ja, maar wat wil jij? Ik wil winnen. Dat wil ik. Ik denk niet dat Parzival echt merkt dat we aan het toewerken zijn naar een speciaal Europees kampioenschap of echt een grotere wedstrijd dan normaal. Mijn voorbereiding is eigenlijk altijd hetzelfde richting de wedstrijden. Die had eerder eigenlijk altijd wedstrijden nodig omdat hij eigenlijk alles heel erg spannend vond. Tegenwoordig vindt hij het allemaal niet meer zo spannend en vindt hij het goed. Want hij weet wel dat hij goed zijn best moet doen en dat hij zijn wedstrijden moet lopen. Maar hij zal echt niet het verschil weten of hij nou net naar Aken is geweest of dat hij nou zo meteen in Rotterdam een Europees kampioenschap loopt. Ja, dat het EK in eigen land is, vind ik super. Dat maakt het wel net een klein beetje extra. Ik vind het ook hartstikke leuk dat dan voor Nederlanders het gewoon eigenlijk nog simpeler is om natuurlijk bij een Europees kampioenschap te komen kijken. Als het natuurlijk heel ergens anders is. Of zoals inderdaad bij de wereld eruit spelen dat het in Kentucky is. Dan is het toch al een beetje meer georganiseerd voor het Nederlandse publiek om helemaal naar Amerika te gaan. En dat het nu in eigen land is, dat maakt het wel speciaal. Om als team en individueel goed te presteren, denk ik dat de teamsfeer heel erg belangrijk is. Sowieso een goede teamsfeer, dat werkt uiteraard voor je teamprestatie goed. Maar is voor individueel ook zeker niet nadelig. Iedereen met z'n allen naar Rotterdam. Lijkt me een goed idee.